Deze nieuwsuitzending die gaat over logica en geloof. Of geloof en logica. Die twee begrippen zijn uitwisselbaar. Dat weten wij, ja, de bijbelgelovende mens, die weet dat al heel lang. En denk ik aan mensen als Jan Hus, Tyndale, Wycliffe, Martin Luther, Erasmus. En dan later in de Duitse hoek, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer. In zekere zin die clown, Friedrich Nietzsche. Het zijn fameuze uitspraken, God is dood. Maar dat valt meer in de categorie humor. Humor en maatschappijkritiek. Dat mag Friedrich Nietzsche posthum vergeven worden. Martin Heidegger, die kan er ook wat van. Van logica en geloof. Het zijn fameuze uitspraken. Waarom zou iets de oorzaak zijn van alles? Waarom niet niets als de oorzaak van alles? Iedereen, ha, 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 ha. Martin Heidegger is gek geworden. Nee, Martin Heidegger heeft meer verstand in zijn linker teennagel dan half Afrika. Of Noord-Amerika. Ik wil niet racistisch overkomen. Nou, onze eigen professor uit Nederland, Gerardus Heijmans. Professor Dr. G. Heijmans. Ik heb het op het Heijmans College gezeten in de stad Groningen. Was vlakbij bij de Grote Markt. Had je de Janskerkstraat of zo? Mooi gebouw. Het zal nu wel afgebroken zijn. Het was een mooi gebouw. Fijne school. Fijne leerkrachten. Aardige conciërge. En hele leuke kinderen in de klas. Veel leuker dan de tuig op de HAVO in Amstelveen. Van die brommerrijdende patsertjes die al vrouwen neukten. Toen ze 15, 16 jaar, als je een brommetje hebt, dan nemen ze een meisje mee naar Amsterdam en ben je helemaal de bink. En de rest gaat vanzelf. Goed. Heijmans, daar zo kwam ik erop. Geloof en logica. Daar gaat het om. Ons denken gaat uit van de wet van oorzaak en gevolg. En daar is geen grond voor in de werkelijkheid. Met andere woorden, die wetmatigheden, of de wetmatigheid dat een oorzaak een gevolg heeft, en dat alles wat er is, dat is het gevolg van een oorzaak. Dat kunnen wij niet bewijzen. Dat nemen wij voor waar aan, kennelijk. Dat is iets waar Immanuel Kant bij stilstond. Bij zijn werk, of in zijn werk, Der Kritiek der reinen Vernunft. De KDRV. Zo wordt hij wel genoemd. Kritiek der reinen Vernunft. Nou, die kritiek, der kritiek. Daarin stelt hij dat. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Dus heel zorgvuldig bouwt hij dat op. Het heeft allemaal te maken met het begrip analyticiteit. De analyticiteit en je hebt de syntheticiteit. Ik ga dat nu denk ik niet helemaal uitleggen. Ik heb wel eerdere uitzendingen over Immanuel Kant gemaakt. Als je op mijn kanaal even gaat zoeken, dan moet je zoeken binnen het kanaal. Dat kan.
En dan zoek je op Immanuel. Dus I-M-M. Nou ja, Manuel. Dus. En dan Kant. Met een spatie ertussen. Of alleen Kant kan je ook. Moet hij het ook kunnen vinden. Door zoveel films staan er niet. Een paar honderd of zo. En over Immanuel Kant heb ik het denk ik wel een keer of 3, 4, 5 gehad. Daar leg ik het wel uit. En anders maak ik nog wel een keer een nieuwe. Ik ken het bewijs uit mijn hoofd. Weet precies hoe het in elkaar zit. Dan komt Kant dus met analyticiteit en synthese, syntheticiteit. En dan heb je dan het a priori synthetisch, dat is het. En dat is de wet van oorzaak en gevolg. En alle synthetische uitspraken zijn waar als ze bewezen zijn, behalve die. Raar, hoe kan dat? Hoe kan nou de wet van oorzaak en gevolg de enige synthetische uitspraak zijn die waar is, maar niet bewezen? Een soort vreemde eend in de bijt. Kijk, een analytische uitspraak die waar is, die hoef je niet te bewijzen. Dus die kan je ook niet bewijzen, want het slaat nergens op. Als ik zeg, ieder mens is uniek. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Als ik zeg, zaken zijn zaken. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Dingen die een kleur hebben, hebben ook een afmeting. Ja, tenzij je het begrip kleur gaat oprekken. Want je kan zeggen, die beweging is, die gedachte is groen. Dat kan je zeggen. Ik denk groen. Ja, dan heeft iets als een kleur en een gedachte heeft geen afmeting. Maar dan gebruik je groen niet in de zin waar het voor, ja, niet in de zin van een kleur. Dan staat groen voor een manier van nadenken, bijvoorbeeld ecologisch of zo. Dat is wat anders. Maar dingen die een kleur hebben, hebben dan afmeting. Punt. Hebben ze geen afmeting, kunnen ze geen kleur hebben. Klaar. Zo zijn er meer van die dingen. Die hoef je niet te bewijzen. Die hoef je alleen maar over na te denken. Stoeptegels zijn stoeptegels. Ja, dat is zo waar als een koe. Maar synthetische zinnen, zoals een oorzaak heeft een gevolg, of alles wat er is, is een gevolg van een oorzaak. Ja, dat is een synthetische uitspraak. En moet dus in de empirie, in de werkelijkheid, bevestigd worden. Daar moet je een model voor hebben. En, ja. Ja, dat geldt niet voor die wetmatigheid. En Kant komt dan met de oplossing. In zijn ogen dan de oplossing, en dat vind ik een goede. Dat hij zegt, doordat die wetmatigheid van oorzaak en gevolg in ons waarnemingsvermogen, in ons kenvermogen, is ingebakken, juist daarom kunnen wij komen tot kennis. En hadden wij die wet niet ingebakken, dan waren wij niet tot kennis gekomen. Niet of nooit. Dat die wet er is, is een gevoel. Dat die wet bestaat, die bestaat dus in de ogen van mensen. En ook in de ogen van dieren tot op zekere hoogte. Want ook dieren kunnen oorzakelijk denken. Niet zo diep als wij. Maar ook dieren weten dat als ze bepaalde dingen zien, dat er iets anders gebeurd is. Denk aan ratjes. Rattengif. Dat werkt toch met cyankali of zo? Hè? Of juist niet. De bedoeling is in elk geval dat het gif pas toeslaat na een tijdje. Want als een rat zo'n gif eet en het valt gelijk dood neer, ja, dan eten die andere ratjes dat spul niet meer. Dus een rattengif moet langzaam werken, want anders hebben die ratten dat in de gaten. Dus dieren hebben dat ook. Al het kenvermogen heeft die wet in zich.
Want alles wat er is, alles wat er gebeurt, dat heeft allemaal een oorzaak. Nou, en dat geldt dan ook voor de totaliteit die jij waarneemt. Alles, hè? Alles bij elkaar. De oceanen, de bergen, de wolken, de maan, de planeten, de zon, de sterren, de nevels. Je kan er zo ontzettend veel zien, man. Je kan zo ontzettend veel waarnemen. En die hele totaliteit van die waarneming, die komt ergens vandaan. Volgens ons denken. En er zijn er mensen die zeggen van, nou, kijk, alles heeft een oorzaak, behalve alles. Werkelijk zeggen ze dat, hè? Dus alles heeft een oorzaak, waarmee ze bedoelen alles wat er maar is, hè? De buurman heeft een nieuwe auto, nou, dat heeft een oorzaak. De overburen gaan scheiden, nou, dat heeft een oorzaak. Er is een kind van de dak groot gevallen. Ja, dat heeft een oorzaak. Alles heeft een oorzaak, behalve alles. Tezamen. Dat is oorzaakloos. Nou, die baseren dat nergens op natuurlijk. Dat is gewoon uit de ruimte gegrepen. Wat is dat nou? Zo is dat toch? Nou dan. Nou, en die oorzaak van alles, die kan niet zitten in iets. Want als je zegt dat iets de oorzaak is van alles, de totaliteit bedoel ik daarmee. Van de wolken plus de bergen plus de oceanen plus de fruitvliegjes plus alles dus. Als iets daarvan de oorzaak is, ja, wat is dan de oorzaak van dat iets? Als jij zegt dat de wereld is geschapen door Loede Palingboer. Dat was vroeger zo'n soort van profeet in Noord-Holland. Die had ook het licht gezien. En je zegt dat Loede Palingboer de oorzaak is van het universum. Of Wodan, of Titan, of zeg maar wat. Hè. Ja, wie is dan de oorzaak van die persoon of die goddelijkheid. Vandaar dat die spreuk van die Arabieren, van la ilaha illallah. Mijn Arabisch is natuurlijk walgelijk slecht, maar ik weet wel wat het betekent. Het betekent namelijk, er is geen God. God is. En waarmee bedoeld wordt, er is niet een of andere goddelijkheid die voor alles verantwoordelijk is. Want dan krijg je de vraag, wie is dan de oorzaak van die goddelijkheid? Het is een goed Joods gebruik om God niet bij zijn naam uit te spreken. Hem dus geen naam te geven. De ene is dan God, maar ja, dat is geen naam, dat is een begrip. Hè. In de Bijbel staat, in het begin schiep God hemel en aarde. Maar dat is een begrip, dat is geen naam. Een naam zal dan zijn Yahweh of zo. Of Jehovah. En die naam mocht je niet uitspreken. Want als er iets verantwoordelijk is voor het universum, iets wat bestaat, ja, wat is dan de oorzaak van dat iets? Je komt logisch gesproken in de knel. Dus dan moet de oorzaak van het universum iets zijn wat niet bestaat en geen naam heeft. En wat is dat dan? Wat bestaat er niet en is de oorzaak van het universum? Er zijn heel veel dingen die bestaan niet. Zoals bijvoorbeeld bomen van ijzer, die bestaan niet. Je kan wel van ijzer iets maken wat eruit ziet als een boom.
Wat doen ze trouwens tegenwoordig met die 5G-masten? Dan zagen ze echte bomen om en daarvoor in de plaats komen constructies van beton en ijzer. En het lijkt op een boom, maar het is een 5G-mast. Maar dat is geen boom. Dat is een ijzeren boom, dat bestaat niet. Je kan iets hebben van ijzer wat eruit ziet als een boom. Maar het is geen boom in de zin van met van die wortels en van die takken en dan blaadjes met chlorofiel. En ja, je kent het wel. Dat je erin kan klimmen. Ja, kan in zo'n ijzeren boom ook. Oh ja, dat die vruchten laat vallen. Dus een eikenboom of een kastanjeboom of zo. Dat is een boom. Ja. En die kan niet van ijzer zijn. Dus een ijzerboom bestaat niet. Maar die bedoelen we niet. Wat bestaat er niet? En is de oorzaak van het universum? Kant die kwam met die mooie oplossing. En dat hij zei, het gaat over het. Op zijn Duits, das. En op zijn Duits is dat een taalgrap. En dat betekent ding aan zichzelf. Het ding op zichzelf. Het ding wat het werkelijk is. Want je hebt het ding wat werkelijk is. Dat is één ding. En je hebt de verschijning van dat ding zoals het in onze ogen lijkt te verschijnen. DAS und die Erscheinung, zegt hij letterlijk. Zal het die Erscheinung zijn? In ieder geval die der of das. Daar eindigt mijn Duits. Ja. Ik ben hier niet om jullie Duits te leren. Ik ben hier om te leren over geloof en logica. Dat dat wel degelijk één geheel vormt. Alleen dan moet je mij de tijd geven om uit te spreken. Ik ben nu 17,5 minuut bezig. Dus die tijd ben je al kwijt. En hou er maar even vol, want ik heb de oplossing nog niet gegeven. Terug naar de exercitie. Alles moet veroorzaakt worden door, ja, niet door iets. Ja, niet iets. Dat heet ook wel niets. Niets. Niet. Dat is de negatie. En je hebt ooit en je hebt niet ooit. En niet ooit is nooit. Je hebt iets en je hebt niet iets. En niet iets is dus niets. Nou, welk niets is er nou? Wat is nou niets? Wat de oorzaak kan zijn. Nou, Kant zegt het onkenbare ding. Want alles wat je kan kennen, en je kennis van kan nemen, dat behoort tot de Erscheinung, de verschijning van het onkenbare ding. Kant die kwam vervolgens in de knel met het begrip moraal. Daar kwam hij niet uit. Jammer natuurlijk. Maar gelukkig dook Arthur Schopenhauer, een rijke, nou, hij is niet aristocratisch of zo, maar zijn vader die had een soort handelskantoor. Ja, zwaaien met dikke boeken en allemaal rekenen en contracten opstellen. En noem je dat een agentuurschap of zo? Wil je iets geregeld hebben, internationaal en lekker snel? Nou, de vader van Arthur Schopenhauer, die regelt het wel. Zoiets. Er ging een hoop geld ging erin om. En de bedoeling was dat Arthur Schopenhauer die zaak van zijn vader over zou nemen, maar daar had hij geen zin in. Dus de boel is verkocht, de helft ging naar zijn moeder. Die heeft dat vermogen er doorheen gebrast. Feestjes met Goethe, die beroemde Duitse dichter.
En Arthur Schopenhauer die heeft zich bezig gehouden de rest van zijn leven met het schrijven van. Van alles en nog wat. Hij heeft ook lesgegeven aan de universiteit, maar er kwam geen hond naar zijn lezingen. Hij was een tijdgenoot van Hegel met zijn Phänomenologie des Geistes. Dat hoofdwerk van hem. En Hegel is een mafketel. Hij is beroemd geworden in de eind van de 20e eeuw met dat er een aantal mensen achter het begrip Hegeliaanse dialectiek kwamen en inzagen hoe walgelijk dat was. Dus je wil C voor elkaar krijgen. Dat is jouw doel. Nou, het eerste wat je dan doet is je begint A, wat op zich een belachelijk idee is. Dat begin je te promoten. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar dat is te gek voor woorden. Dat is helemaal te gek voor woorden. Nee, dat kan niet. Nou, daar heb jij natuurlijk al rekening mee gehouden. Dus dan begin je ook beweging B. Die daar dan fel op tegen is. En dan heb je dus twee groepen. En die ene, ja, wij willen A, wij willen A, wij willen A. Ja. En dan die andere groep die zegt, wij willen B, wij willen B, wij willen B. Nou, dat loopt helemaal uit de hand natuurlijk. De politie moet erbij komen met traangas en van die knuppels. En dan kom jij eraan en zeg, nou, ik heb een idee. Als we A en B nou eens synthetiseren tot C, dan is de ruzie voorbij. En dan zegt iedereen, ja, C, wat een goed idee. Precies, en jij gniffel de gniffel gaat lekker naar huis, want jij hebt je zin gekregen. De wet van de these, de antithese en de synthese. Dat is een politiek middel om je doel te bereiken. Ja, zeg maar, moet ik dat toelichten met een voorbeeld? Maar goed, laat ik het niet doen, want Hegel, dat... Ja, daar maakte Schopenhauer heeft er al gehakt van gemaakt. Heel grappig allemaal. Misschien dat ik nog een keer een aparte uitzending moet houden over hoe Schopenhauer meneer Hegel afmaakt. Maar de colleges van Hegel, ja, die zaten stampers vol. En de colleges van Schopenhauer niet. Anderhalve man en een paardenkop. Nou, Schopenhauer heeft het mooi geschreven. Daar moet hij veel plezier aan hebben gehad. En zijn boeken, ja, die worden dus vertaald. Hè? Ergens in... Ik heb De Wereld als Wil een voorstelling, op zijn Nederlands dan. Hè? Hij is eind jaren 90 vertaald, van de vorige eeuw. Ja, ja. En ik heb ook Die Grundlagen, Über die Grundlagen der Moral... vertaald in 2010 of zo. Nog maar 6 jaar. Nee, 9 jaar natuurlijk. Sorry. 9 jaar pas vertaald. Dat is allemaal heel actueel, hoor. Ja, daar kan meneer Schopenhauer behoorlijk tevreden over zijn. Als hij toekijkt vanuit zijn stoeltje. Wat zeg ik? Zijn strandstoel. Lekker achterover liggend. Kijkt u nog eventjes naar beneden. En dan zit hij, het gaat goed met mijn publicaties. Zelfs zo'n sukkel als Perry Winkel heeft er respect voor. En het kost, by the way, niks, overigens. Het is echt heel goedkoop. Oh, geen enkel probleem. Ook een bijstandsmoeder kan Über die Grundlagen der Moral in het Nederlands kopen. Het heet dan Dat ben jij. Of op zijn... Sanskriet, tat abat asi. Dat ben jij. Dus tat is dat. Abat is ben. En asi, dat is jij. Dat ben jij. Dat kan je kopen voor €15, denk ik. Gloedje nieuw, hè? Misschien ietsje meer, maar ja, koop een bioscoopkaartje. Moet je kijken wat dat kost, man. Dan moet je kijken wat Netflix kost tegenwoordig.
En dan moet je kijken wat Netflix kost aan uren per dag. Want als je er één keer naar gaat kijken, dan jeetje. Net zoals roken. Je hebt één sigaret op en dan denk je na 10 minuten... ik wil er nog één. Ja, zo blijf je maar roken. Met Netflix heb je dat ook. De ene uitzending naar de andere. En Netflix is niet... het was ooit €5 in de maand. Maar dat is ook niet meer. Gaat nu al richting de 7. En zo dadelijk is een tientje. En dan betaal je snel €120 per jaar. Zo dadelijk voor je Netflix. En dan heb ik het nog over het instapmodelletje. Als jij een beetje HD-kwaliteit wil kijken op je beamer. Met je lekkere vriendin. En een partij baggerman op de Netflix. Ja, geef die poen uit en dat ben jij. Lees je nog eens wat leuks. Goeie vakantieliteratuur. Gewoon één paginaatje per dag. Want het is heel dicht op elkaar geschreven. Zo. 1-2 pagina's per dag. En dan leg je dat weer opzij. En dan bestel je een. Wat deed ik toen? Dan zat ik veel aan de Raki. Ik zat ergens in. Turkije. Nou, een rakietje drinken. Ja. Nou, dat is erg leuk. Leuke vakantie in Turkije. Geloof en logica, daar gaat het om. Hè? Schopenhauer. Schopenhauer die heeft dat begrip DAS vervangen door het... herbenoemd, specifieker benoemd. En hij noemt dat de wil. De wil is oorzaak van alles. Alles wordt veroorzaakt door één ondeelbare wil. Dus als je het hebt over vrije wil, die is bij Schopenhauer niet te vinden. Want er is maar één wil en dat is de wil. En de rest zijn de vrije keuzes van mensen. Waarin zij bij herhaling blijken uit te blinken in stupiditeit. Mensen die hun huizen gaan bouwen in uiterwaarden van langzaam stromende rivieren door eeuwig laagland. En geen rekening houden met het feit dat het af en toe erg veel regent of gesneeuwd heeft. Neerslag is geweest in het achterland. En dan stijgt het water. Ja. En dan kom je lekker op tv en dan mag je daar lopen klagen. Nou, zegt u, het overviel ons wel. Ja, gelukkig hadden we 2 verdiepingen. Dus op de bovenverdieping was het wel droog. Maar... dat zijn vrije keuzes. Maar je wil, dat is maar één wil. Waar die aan kan... waar die het deel van is. Want er is maar één ondeelbare wil, dat zegt Schopenhauer. En Martin Heidegger zegt, er is zoiets als je da-zijn. Dat is ook heel moreel. Je bent ergens en je bent daar waar je bent en niet ergens anders. En Gerardus Heijmans zegt, er is maar één... hij maakt een duidelijk onderscheid tussen materie en geest... En hij zegt dat het de geest is die de materie veroorzaakt, omdat andersom niet kan. De materie kan de geest niet veroorzaken. Daar is namelijk geen model voor op te stellen. Als je dat model niet kan opstellen, dat er echt niet is hoor. Ik heb dat boekje van hem hier in huis, zijn hoofdboek, hoofdwerk. Het heet Inleiding in de Metafysica. Ja. Daar loopt hij alle mogelijke modellen af. En er is geen enkel model dat voldoende slagkracht heeft om te kunnen voorspellen dat welke materie wel en welke materie niet tot denken zal komen. Want je mag aannemen dat een baksteen niet denkt. Je hebt nooit een wereldkampioenschap tussen bakstenen van firma Pietersen tegen de bakstenen van firma Berendsen. En er wordt gespeeld Siciliaanse schaken of zo. Ja, dan kan je erg lang wachten op de eerstvolgende zet. Hè.
Maar de menselijke materie kan wel denken, die kan wel een potje schaak spelen. Ja, hoe kan dat dan? Hoe kan je dat nou verklaren vanuit de materie? Ja, het antwoord is, dat kan niet. Dus moet het andersom zijn. Nou, en dat DAS van Kant, dat bestaat niet, want alles wat bestaat, dat behoort tot de Erscheinung. De wil van Schopenhauer, die qua woord een verfijning is van DAS van Kant, ja, bestaat de wil? Nee. Ik wilde ooit een computerprogramma schrijven en dat heb ik inmiddels geschreven. En dat programma, dat bestaat. Dat wordt ook gebruikt door mensen. Dat draait ergens, dat vreet stroom. Bij Hostnet. Neemt megabytes aan werkgeheugen in beslag. En dan gaan we door. Hè? Maar mijn wil om dat programma te schrijven, die heeft nooit bestaan. Die wil heeft zich geuit. Maar die ging vooraf aan die uiting. Dus de wil is een niet bestaand iets. En dan gaat de gemeente, die gaat ons weer waarschuwen voor luchtalarm. Dat doen ze elke maand. Hè? Precies om 12:00 gaan ze roepen. Jullie kunnen het denk ik niet horen. Dat is een luchtalarm. Dus als je ooit Nederland aan wil vallen met straaljagers en zo, en een grote gifgasaanval, dan moet je dat doen op de eerste maandag van de maand, precies om 12:00 aan het einde van de ochtend. Op het noenmoment heet dat. Met noen. N-O-E-N. Dus in het Engels heb je dat nog, dan is het N-O-O-N. Want iedereen denkt dan, oh, dit is gewoon elke maand zo. Ja, maar dan is er dus echt, weet ik veel, het cyclon B of zo over ons heen. En dan s'avonds zo'n politicus, die wordt geïnterviewd bij het NOS-journaal. Van ja, meneer Van der Buitenvoorde, hoe kan het nou? Het luchtalarm ging af en niemand reageerde. Dat hij zegt, yo. Onderwijl Friemel aan zijn stropdas. Yo. Ja, de aanvaller had in de gaten dat we dat iedere maand deden. Precies om 12:00. Ja, en ik dacht van, nou kom op, ik haal een geintje uit. En ja, daar hadden we niet helemaal rekening mee gehouden. En trouwens, het komt allemaal door Perry Winkel. Want die heeft dat ooit gezegd in zijn uitzending over logica en geloof. En dan krijg ik weer de schuld. Maar daar ben ik wel gewend, mensen. Nee, ik ben niet stoned. Ik ben hartstikke vrouwelijk. Dat is wel lekker kort. Oh, dat stel ik op prijs. Want ik heb meegemaakt dat het echt langer doorging, hoor. Ik dacht van, ja jongens, ik weet nu wat dat hier doet, hoor. En die dingen moeten iedere maand getest worden. Ik vraag me ook af waarom, hoor. Ja, als er toch een gifgasaanval komt op Nederland, ja. Ja. Ik neem aan dat je, als we ooit aangevallen dreigender gaan worden, dat je dat van tevoren een beetje in de gaten hebt. Dus dan doe je toch een itempje bij het NOS-journaal. Je zet een advertentie op Facebook. Iedereen zit er zijn tijd over doen op Facebook. Nou, als ik op Facebook koop je wat advertentieruimte en pleur je dat erop. Alarmfase geel of zo. Hè. Iedereen moet regelmatig naar overheid.nl gaan. Een paar keer per dag even kijken wat er aan de hand is. Trouwens hebben ze van de burger hebben ze alle telefoonnummers. Dus ja, waar heb je het over, man? Ik kreeg net zo'n sms'je van de Rabobank van, ja, uw saldo is debet, u moet dat aanvullen. Ja, alsof ik dat niet weet. Ik leef van geleende poen. Ja, dat weet ik ook wel. Maar dan krijg je van de Rabobank toch ook een sms'je. Nou, laten ze dan als er een gifgasaanval is ook even een sms'je sturen. Hoeveel mensen hebben een mobieltje wel niet? Dat is echt wel meer dan de helft van Nederland. Huppakee, 8 miljoen sms'jes de deur uit. Nou, dan weet iedereen het hoor. Hoef je toch niet met die sirenes te gaan lopen blaren. Maar daar had ik het niet over. Het ging over geloof en logica. In de dagelijksheid. Nou, dan pak ik even mijn Statenvertaling erbij.
Ja, want die heb ik. Dan moet ik een beetje herrie maken met de microfoon. Ik zou er eens een hele professionele standaard moeten hebben met die je dan zo heel makkelijk bij kan stellen. Ik heb nu de Bijbel dus op mijn schoot liggen. Ik ga naar het Evangelie van Johannes. Staat ook in andere stukken hoor. Ik pak even Johannes erbij. Kijk, waar ik het net over heb gehad, waar, met name Kant, dat is 1781. Schopenhauer, dat is begin van de 19e eeuw, 1820 of zo. Gerardus Heijmans, dat is begin van de 20e eeuw. En Heidegger valt ook in dat tijdsbestek. Dit is Johannes en dan heb je het over het jaar 70, 80. Dus best lang geleden dus. Hè? 2000 jaar geleden. Nou, wat zegt dan de Bijbel? Het betreft het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes. En dan heb je hoofdstuk 1, vers 1. En dat is, daar staat er boven als, als subtiteltje. Het vlees geworden woord. Nou, dan begint hij. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. Nog een hele mooie. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Prachtig vind ik het. Moet ik het uitleggen? Zo. Nu snap je al waar ik op aanstuur. Hè? Het gaat dan om het woord. In het begin was het woord. Hè? En het woord was bij God. En het woord was God. Dus het woord heeft ons geschapen. En God is hetzelfde. Dat is precies wat Heijmans ook zegt. Dat is precies wat Schopenhauer ook zegt. Met zijn samenvatting van dat abat asi. Dat ben jij. Je kijkt naar de werkelijkheid. En je ziet het product van hetzelfde. Wat jou ook geschapen heeft. Je moet je voorstellen dat jij een kloddig verf bent in de Nachtwacht van Rembrandt. En dan kijk je als kloddig verf naar die andere kloddersverf. En ja, je vormt samen met die andere kloddersverf de Nachtwacht. Nee, je kan niet tegen een andere klodder verf zitten. Nou zeg, ik vind mezelf als klodder verf echt veel beter dan jij. Want je hebt het overzicht niet. Het overzicht, dat had alleen Rembrandt toen hij die klodders verf aan het klodderen was. Schilderen, zeg je dan. Maar dan pak ik even, dit was Johannes 1 vers 1. En dan pak ik Genesis 1 vanaf vers 1. En daar staat, in den beginne schiep God den hemel en de aarde. Vers 2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. Dus er staat, en het woord was God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt.
En hier staat, en God zeide, daar zij licht en daar werd licht. Dus God wilde, Schopenhauer erbij, God wilde dat er licht was en dus werd het licht. Dat is geloof en logica. Dus je kan lopen zeiken over de Bijbel wat je wil, maar het is congruent, dat betekent gelijkvormig. Met dat wat de filosofen, de grote jongens. Ja, je kan dus de Bijbel zeggen, ja, die oud boek. Ja, dat is allemaal wel leuk. En wie was die Mozes dan? En wat was trouwens de achternaam van Mozes? En hoe heette de vader van Mozes? Dat is allemaal gezeur in de marge. Maar Immanuel Kant kan je niet weerleggen, jongen. Dat kan je lekker vergeten. Net als Schopenhauer. Het enige wat je... Ja, Schopenhauer heeft het opgepakt in het vacuüm wat Kant achter had gelaten. En dat vacuüm betrof de onderbouwing van het begrip moraal. Dat heeft Schopenhauer opgelost. En toen is Nietzsche eroverheen gekomen en heeft gezegd, ja, het is allemaal wel leuk, lief en aardig wat meneer Schopenhauer zegt. Maar als die gedachte niet tot macht komt, ja, wat heb je er dan aan? Ja. Dus een wil, dat onderschrijft Nietzsche wel. Hè? Een wil, dat is allemaal hartstikke leuk, dat is ook het enige wat er is. Maar een wil die niet tot macht komt, ja, dus wat zou je daarbij vermoeien om daarna te streven, zeker u daarnaar te luisteren. Dus vandaar dat hij kwam met der Wille zum Macht. En dat is denk ik een terechte kritiek. Ja. Goed onderbouwd, maar meer ook niet. Het is een aanmoediging van... Allemaal leuk en aardig, maar wanneer gebeurt er nou eens wat? Daar heeft Nietzsche wel een punt. Heb ik het goed uitgelegd over geloof en logica? Ja. Laat ik nog even... ga ik richting de afsluiting. Maar Immanuel Kant... met zijn begrip de Erscheinung... Hè? Alles wat je ziet is een verschijning van dat wat in de werkelijkheid is. Even weer de microfoon bijstellen, dan kan ik weer normaal gaan zitten. Ik heb de Bijbel weggelegd. En wat je niet moet doen, is dat je die Erscheinung gaat verwisselen, gelijk gaat stellen aan dat wat er werkelijk is. Ik zal dit proberen toe te lichten met... Ik heb milieuhygiëne gestudeerd met specialisme luchtverontreiniging, luchthygiëne en verontreiniging. En wat ik leuk vond, dat was het bouwen van atmosferische modellen. En wat ik helemaal ontzettend leuk vond, dat waren Monte Carlo modellen. En die moet je bedienen met een computer. Dat moet je programmeren. Je hebt een model en dat moet je omzetten in een computerprogramma. Wij gebruikten daar Fortran voor. Ik heb het samen gedaan met Ernst de Vrede. En dat was op basis van een artikel wat een Italiaan had geschreven. Die heette Zanetti. En dat model van Zanetti, dat... Ja, ik heb het bewijs... ik heb de wiskundige invulling daarvan gedaan. Dat was een heel karweitje, by the way. En dat hebben we uitgebreid en er kwam een reuze leuk model uit... wat een ongelooflijk goede voorspellende waarde had. En toen heb ik daar een presentatie van gegeven... bij het KNMI,
de eigen computer meegenomen. Dat was of all machines. Het was een Acorn Electron. Een 8-bits processor van Motorola zat erin. Een 6502. Een machientje van niks, man. Maar die deed goed genoeg. Nou. Dan een televisie, maar die hadden ze wel bij het KNMI. En toen deed ik daar, ik deed de presentatie en liet zien hoe het werkte, hoe de wiskunde in elkaar zat en dat allemaal klopte. En ik zei zoiets, en dit is de wijze waarop het werkte in de atmosfeer. En toen kwam de gemopperjongen van twee bobo's die er zaten. Ja, nee, maar dat kan niet. Je kan niet een model gelijkstellen aan de werkelijkheid. Dan denk ik, nee. In dit geval heb ik gelijk. Ik heb de werkelijkheid gevat precies waar die te vatten valt. Het ging alleen maar om statistiek, meer niet. Dus je meet wat in de werkelijkheid, gewoon met windvaantjes, dan moet je wat windrichtingen, lalalala. En dat is allemaal heel chaotisch, want dat heeft te maken met turbulentie. Dan waait het weer zo, dan waait het weer zo. Een vlag die wappert altijd, toch? Die gaat van links naar rechts, van rechts naar links, een beetje golfjes en zo. Dan kan je niet voorspellen hoe die vlag wappert, maar je kan wel bepalen aan het wapperen van de vlag dat er sprake is van een bepaalde turbulentie. Dan kan er een statistische analyse van maken. En dan heb je een fotootje, als het ware, van de turbulentie van de atmosfeer. Dat fotootje zet je over in een computer. En dan laat je het in de computer, tussen aanhalingstekens, eventjes waaien, volgens die statistische normen. En dan weet je hoe de rotzooi zich gaat verspreiden. Punt. En wij konden dat echt. Dat model had een hele goede voorspellende waarde. Erg goed geschikt om met name stankoverlast te voorspellen. Want daar gingen alle bestaande modellen kapot op. Die konden niet goed stankoverlast voorspellen. Die van ons wel. Maar er was dus geen verwarring van model met werkelijkheid. Het was uitgaan van hoe de werkelijkheid in elkaar zit en dat modelleer je. Omdat je er verder helemaal geen gedachten, geen kleurtjes of geurtjes aan toevoegt, maar het heel klinisch houdt, ja, dan heb je gewoon een heel goed model. Het verwarren van een model met de werkelijkheid, ja, dat moet je niet doen. Zoals Kant zegt, het onderscheid wat wij maken tussen tijd en ruimte, dat is een onderscheid dat bestaat alleen maar in de verschijning. Nou, ga daar maar eens op mediteren. Ga maar eens in een rustig hoekje zitten. Geen gezeur aan je kop. Geen brieven van de Belastingdienst lezen. Tegen je vrouw zeggen dat je, weet ik veel, dat je vanavond niet thuis komt of zo. Je hangt maar een of andere smoes op. Dan ga je ergens in een, liefst een leeg kamertje, eventjes voorstellen dat tijd en ruimte verschijningen zijn van dat wat werkelijk is. Ja. Daar zal je waarschijnlijk heel rustig van worden. Tijd is een verschijning. Op zee, op zee, op zee. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Een nummer van die clown met die mooie dochter. Weet je ook weer. Die in Duitsland zo'n furore heeft gemaakt. Hé, hey, kleine meid op je kinderfiets. Was ook van hem. Suzanne neemt je mee. Hij is ook zo'n stem. Zo. Weet die naam? Van Veen natuurlijk. Ja, zijn dochter heet Babette van Veen. En hij heet Herman van Veen.
Iedereen heeft haast en die denkt van, oh, straks ben ik te laat. Ja, je bent helemaal niet te laat. Je bent te laat binnen een verschijning. Sterker nog, heel veel mensen komen op tijd en maken vervolgens hele vervelende dingen mee. Je kan beter maar te laat zijn. Dan ben je misschien nog beter op tijd dan dat je op tijd bent. Want wat is de wereld nou? Geloof en logica, daar gaat het om. God ziet alles. God is alles. Je haren op jouw lichaam, die hebben allemaal een nummertje, man. Ja, ik laat even een pauze vallen. Ja. Dit is een mooi liedje van Ellie en Rickard. En zelfs al je haren zijn geteld. Ja. Leuk liedje. Ik heb dat een keer gebruikt bij een uitzending. En ik kreeg gelijk een copyright ban. Dat vind ik flauw van Ellie en Rickard. Ze zingen toch van... Geef alles weg, blijf op de smalle weg. Zo. Ik denk, ja, dan moet je ook die copyright dingen weggeven. Ja. Wel een beetje gedragen naar je eigen moraal die je loopt te prediken. Ellie en Rickard. Maar misschien dat Ellie en Rickard daar niks aan kunnen doen hoor. Dat het de platenmaatschappij is die zo vervelend doet. En trouwens, een copyright ban interesseert me niks. Want ik kan mijn uitzendingen niet te gelden maken. Dat gaat hem niet worden. Dan moet je meer dan 1000 abonnees hebben. Door qua views heb ik genoeg. Dat wel. Maar niemand abonneert zich. Ik heb er nou 48. Ja, dus er moeten er meer dan 20 keer zoveel worden. Tjeetje. En dan nog, en dan moet ik gemonetizen. En, nee, joh, dan krijgen jullie van die vervelende reclamers. Nee, dat ga ik jullie niet aandoen hoor. Het is al zo erg dat je naar mijn stem moet luisteren. Ik kreeg een reactie van iemand. Dat is altijd elke weer. Dat is wel grappig hoor. Mensen zich dood irriteren. Dan denk ik, ach, die arme mensen toch. Hè. Heb ik echt met ze te doen hoor. Pak hem er even bij. Moet ik misschien wel wekelijks doen dan de beste reacties. Dat zijn allemaal, er zijn er zomaar 2, 3, 4. En die doen altijd, altijd positief moet ik zeggen. Jurk Liesman en Lieneke van der Hoeven van de Grijp, die zijn altijd leuk. En soms. Iemand die ik dan niet ken en die ook wel met wat leuks komt. En voor de rest is het helemaal gekanker. Maar deze vent dan, die heet Dickie Hulsman. Die heeft zelf een kanaal van helemaal niks. Alleen maar liked video's van, dit vind ik leuk, dat vind ik leuk. En wat hij dan leuk vindt, denk ik, ja zeg. Ik vind daar niks aan. Maar zelf doet hij helemaal niet iets maken. Hè? Nou, dat soort lui, die ken ik wel. En dan wel ouwe hoeren tegen mij. Nou, en dan staat hier dan, een uur slap ouwe hoeren... Ben je dominee of zo? Dat had een vraagteken achter moeten, denk ik. En ja, denk, is dit nou een vraag? Of is dit een belediging? Ja. En ik heb dan een reactie gegeven. Inhoudelijk commentaar met een vraagteken. Want ja, als iemand vindt dat ik ouwe hoer, ik vind het best. Maar op welk moment dan? Ik heb een hele mooie uitzending gemaakt. Die zou ik, als ik jullie was, echt zo gaan, die zou ik echt gaan beluisteren. Zo, Geert Wilders zijn PVV en Thierry Baudet zijn FVD hebben geen verstand van klimaat en CO2. Kijk. Misschien klopt het wel niet wat ik daar zeg. Maar het rijmt wel. Het is een minimaal de moeite van het luisteren waard. Lijkt mij.
En als je het niet eens bent met wat ik zeg, dan kom dan mee. Met wat? Ja? Kort samengevat, Geert Wilders en Thierry Baudet, die hebben van die leuke protestpartijen van, oh, en we willen uit de EU en het klimaatverdrag, nou, dat doen we ook niet aan mee. En trouwens, hoe zal het ook weer met CO2? Alleen maar een hoop, een storm in een glas water veroorzaken. En het volk doen laten geloven dat er wel degelijk een oppositie is in Nederland. Maar die is er helemaal niet. Geert Wilders is een clown met geblondeerde haren. En Thierry Baudet die schrijft rare dingetjes op over orgasmes van vrouwen. Wat hij dan vindt dat het clitorale orgasme, nou dat is helemaal niet nodig. En als je een vrouw gewoon goed paalt met je dikke jonge heer, dan komen ze vanzelf ook wel klaar hoor, van het vaginale gedreun in de onderkant. Dan gaat meneer Thierry Baudet een beetje overlopen schrijven. Die man is nog niet helemaal uit zijn puberteit gekomen, denk ik. En dat is dan de leider van het Forum voor Democratie. Denk ik, nou, het Forum voor Domoren, denk ik dan. Maar ja, dat wil ik ook niet te hard zeggen, want Lieneke van de Hoeve van de Grijp, dat is een van de weinigen die positief is over mij, die is dan lid geworden van de FVD. En ja, ik hoop dat ze me dit niet. Nou goed. Het is natuurlijk niet naar Lieneke toe dat ik dit bedoel. Maar die Thierry Baudet, ja, volgens mij stelt die oppositie geen reet voor. Geen scheur. Dan gaan we straks allemaal lekker CO2-belasting betalen. Is het niet linksom, dan is het wel rechtsom. Maar goed, zo gaan mensen dus om met mijn werk. Maar ik ben het gewend hoor. Kijk, als mensen niet de logica hebben om te geloven. Dat komt het als je logica, als je dat in je vingers hebt, dan word je gelovig. Als je Kant begrijpt, ja, en je pakt daarna nog een keer je Statenvertaling uit 1637 erbij, dan denk je, hey, zeg, flippen man, er staat hetzelfde. Als je weer Kant ziet. Ja, over moraal dan nog niet, maar dan heb je Schopenhauer erbij voor de moraal. En dan Gerardus Heijmans en Martin Heidegger voor de rest van de meuk. En ja, daar ben je er wel uit. En dan weet je dat jij een gelovig iemand bent. Kant heeft gezegd, ik moest het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloven. Immanuel Kant, man. Het weten moet opgeheven worden. Toen ik dat tegen Marco, dat is een gedoodverfde atheïst, een ex-katholiek, maar hij heeft niet de moeite genomen om zich uit te schrijven. Volgens hem is dat veel te moeilijk en veel te veel moeite of zo. Maar goed, dan is hij atheïst geworden. En ja, hij heeft dan ook bepaalde gedachten over Kant. Dan zei ik tegen hem, nou, Kant heeft dit gezegd. Oh, zei je, Marco, nou, dat kan je wel zeggen, maar dat wil ik zwart of wit. Ik zei, nou, dan moet je even wachten. Nou, toen was ik 20 seconden aan het typen en klikken op internet. En toen zei hij, trouwens, ik wil naar bed. Het is voor mij tijd om te gaan slapen. En het was pas 11:00 s'avonds. Ja, en dan hangt hij gelijk op. Kijk, dat is een voorbeeld van iemand die ja, geen logica heeft. Geen logica vermogens heeft. En die had allerlei leuke gedachten bij Immanuel Kant. Dat Immanuel Kant een grote atheïst zou zijn. Want Immanuel Kant heeft het aan de stok gehad met de katholieke kerk. Ja, maar Martin Luther had het ook aan de stok met de katholieke kerk. Hè? Weliswaar 250 jaar voor meneer Kant, maar of iets, bijna 270 jaar of zo. Martin Luther is 1511. Hè? En Immanuel Kant kreeg het aan de stok met de katholieke kerk ergens in de jaren 80 van de 18e eeuw. Dus 1785 of zo. Het is dan 276 jaar daarvoor. Ja, dus dat iemand het aan de stok krijgt met de katholieke kerk betekent nog niet dat het een atheïst is of een agnost. Of een katholieke kerk heeft de pesthekel aan iedereen die het niet met haar eens is. De katholieke kerk is Babylon, and by the way. Hey mensen, hartstikke bedankt naar het luisteren.
over deze mooie uitzending over geloof en logica. Oftewel, logica en geloof. En op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.